Iedere dag een blik op de wereld, en die komt vandaag van onze eigen Europa-verslaggever Michael van der Toorn. Jij kwam hier net de studio binnen. Michal, en je zei: Bonjour. Bonjour, ja, er is nieuws uit Frankrijk. Ja, we gaan het even op zijn Frans aanpakken. Wat nou, is het Franse nieuws? Het Franse nieuws is ten eerste dat uh, Thierry Breton uh, per direct opstapt als uh, Eurocommissaris. Daar uh, heeft hij uh, vanochtend een brief over geschreven en gepubliceerd op X aan commissievoorzitter von der Leyen. Voordat ik daarop inga, we hebben we ook alweer een alternatief. <laughs> uh, Stéphane Séjourné die uh, zou de nieuwe Eurocommissaris uh, worden als het aan Frankrijk ligt. Dat uh, meldt uh, de Franse regering. Dat, hij is nu uh, minister. Van Buitenlandse Zaken. Jonge man, 39 jaar van de partij van uh, Macron. En hij was ook uh, een tijdje voorzitter van de liberale fractie Renew Europe in het Europees Parlement. Dus niet onbekend in Europa. Dat is uh, de nieuwe kandidaat. Maar we moeten even naar dat ja. inmiddels ook veel besproken. Wat valsige briefje van Breton. Wat ja. stond er allemaal in? Ik heb hem uh, even meegenomen. Het, de toon, inderdaad, is niet mals. Ik las het vanochtend en ik dacht, nou, dat is uh, best een, uh, een aanval. Um, hij uh, uh, kon nog eigenlijk aan dat hij is genomineerd eind juli uh, voor een tweede termijn als Eurocommissaris. Hij is nu uh, Eurocommissaris voor de interne markt. Um, en hij schrijft in die brief dat een paar dagen geleden. Um, von der Leyen aan Macron heeft gevraagd. om een andere kandidaat naar voren te schuiven. Uh, en in ruil voor die andere kandidaat. zou uh, Frankrijk een meer invloedrijke post krijgen. Uh, en Breton zegt dat hij daar niet over op de, van op de hoogte is gesteld. door uh, Von der Leyen. En dat is allemaal in het licht van die. waarschijnlijk in ieder geval van die man-vrouw verhouding. waar ik hier ook nu al over voor de zoveelste keer. Uh, hierover in de studio vertel. Zij heeft, uh, von der Leyen heeft aan het begin van haar tweede termijn. En, um, lidstaten expliciet gevraagd om zowel een man als een vrouw naar voren te, uh, ja, eigenlijk te, te kandideren. De meeste lidstaten hebben daar geen gehoor aan gegeven. Frankrijk niet, die heeft Breton dus uh, had Breton opnieuw uh, gekandideerd. Nou, nu trekt hij zich terug. Hij zegt: uh, Ik ga niet meer doen. Ja, onbehoorlijk bestuur heeft hij het over. Het is een flinke tik in de richting van van der Leyen, die toch ook uh, net begonnen is aan haar tweede termijn. Ja, dat is niet echt een lekker begin hè, van, uh, van een tweede termijn. Uh, het is wel toch in Brussel een klein beetje een, uh, een bom. Inderdaad, uh, questionable governance. Dat is toch niet uh, fijn omdat openbaar ook nog. Uh, uh, te horen te krijgen. En blijkbaar was er sowieso al gesteggel over de portefeuille um, een uh, hoge Franse ambtenaar van ook een uh, partij van Macron, die zei um, volgens Politico in ieder geval dat Frankrijk niet tevreden was uh, met de portefeuille die Breton kreeg. Um, en nu, uh, nou ja, Syriza is een minister van buitenlandse zaken, dus het is best wel een... Uh, ja, een... Ja. Statement. Ja, het is ook allemaal net voor het sluiten van de markt, of zelfs net daarna, want we hebben het al over meerdere landen gehad die moeite hadden met die deadline. Ik kan me België nog herinneren, ja. Slovenië natuurlijk. Sorry. Gaat het nog een beetje lukken daar? Ja, eigenlijk was dus die deadline al afgelopen woensdag. Maar uh, nou ja, dat lukte toen niet. Uh, dat was toen vanwege Slovenië, die zijn ook mannelijke kandidaat terugtrok. En uh, nog moeite heeft met het uh, officieel inderdaad, in ieder geval kandideren van, um, van een, een nieuwe iemand, een vrouw. Er gaat wel een naam uh, rond, maar die moet nog goedgekeurd worden door de parlementaire commissie. Daar is nog wat vertraging. Er werd beloofd dat morgenochtend om negen uur er een bijeenkomst zou zijn. waarin uh, de portefeuilles dus bekend uh, gemaakt zouden worden. Um, maar goed, ja, uh, met hier met dit uh, nieuws is het natuurlijk weer. Maar nou, weer ik de zie aan jouw blik dat het, wat jou betreft, uh, maar beter morgen afgelopen kan zijn. Want dan kunnen we ons gaan opmaken voor de hoorzittingen. Hè, ja. Het volgende vuurwerk. Ja, want uh, nou ja, daar hebben we toch ook weer zin in. Ja, precies. Nee, ja, het Europees Parlement moet ook nog. Als die namen in ieder geval bekend zijn en de portefeuilles. dan moeten ze uh, die hoorzittingen eerst gaan plannen. Dan moeten we ze allemaal nog afwerken. Oh. Dat zijn meestal heftige en lange hoorzittingen waarbij je goed voor moet bereiden. Uh, en er vallen ook altijd wel een paar kandidaten af. 1 november, dat zou, uh, nou, dat zou de datum moeten zijn... waarop de nieuwe commissie er zou moeten zitten. Maar ja, als het zo doorgaat, dan vraag ik me af. We gaan het er nog vaak over hebben. Michal, dank je wel.